Ik wil zoveel vragen aan mijn broer. Zou ik durven? Kan ik hem in vertrouwen nemen? Mijn ogen prikken van het zout van mijn waterlanders. Schokschouderend bedwing ik mijn huilbui en kijk Arthur aan. Wil jij me helpen om mijn vrienden te zoeken? Goed, wel niet aan papa en mama verklappen. Zij zouden het niet overleven dat ze hun jongens ook kwijt zouden raken. Even blijft het helemaal stil. Arthur trekt zijn mond in een geforceerde lach en legt zijn handen plat op mijn schouders. Morgen brengen we een bezoek aan die verlaten villa. Eens kijken of daar iemand woont. Dan kijkt hij naar mij als een grote bezorgde broer. Probeer nog een paar uurtjes te slapen. Ik maak je wel tijdig wakker. Afgesproken? Ja, jubelt het in mijn buik. Ik ben er zeker van dat we mijn vrienden gaan terugvinden. Tussen mijn wimpers door zie ik nog net hoe mijn broer de deur zachtjes sluit. Dan weet ik niets meer. Het is ineens weer pikken donker. Mats, Mats, wakker worden. Normaal brult mijn broer me wakker. Nu fluistert hij zachtjes in mijn oor. Ik weet wel waarom. Hij wil onze ouders niet wekken. Kom, onze fietsen staan al gereed. Haast je een beetje. Arthur staat al vertrekkensklaar naast mijn bed, met over zijn schouders de rugzak van de scouts. Ik ben ervan overtuigd dat hierin alles zit wat we denken nodig te hebben.